Allemaal hartelijk welkom hier op het Jan van Doren paviljoen onder een prachtige blauwe hemel. En dat past natuurlijk helemaal bij de blauwe schut. En dat hier en daar er iemand fantastisch in het rood op staat, is vandaag helemaal geen probleem. En anders ook niet. Anders had ik nooit bij de blauwe schut gemogen met mijn rode haren, denk ik. Maar van de andere kant kunt u beter mijn rode haren bij de blauwe schut zijn dan andersom. Nogmaals, dames en heren, leuk dat jullie er allemaal bent, dat jullie gehoor hebben gegeven aan een oproep. En ik zou daarom graag onze burgemeester het woord willen geven, de heer Frank van der Meijden. Dankjewel, Jos. Geweldig. Ja, wat een ambiance, hè? En nou, we zijn hier niet, lieve mensen, om bijvoorbeeld... Ik moet een beetje de schouder staan op verzoek van diverse fotografen. We zijn hier niet, lieve mensen, om uit te leggen wat deze geweldige gilde allemaal doet, Jos. Hè? We hebben vanmorgen weer kunnen aanschouwen. We hebben echt een schitterende meiviering gehad. Moet ik toch weer benadrukken. Met alle gildes. Er waren jullie ook prominent aanwezig, zoals jullie altijd aanwezig zijn. Ik ben trouwens hier met het voltallig college. De Lady in Red. Dat is onder andere een wethouder Buter, wethouder Mullensteen staat er. Wethouder Briels, wethouder van Zeeland. Die heb ik ook nog ergens gezien. Ja, want ik spreek natuurlijk namens het collegebestuur, dat is heel belangrijk. En u bent allemaal familie van iemand die ik even naar voren ga roepen. Ben. En kom er even bij, Tony. Van Noordwijk. Ja, het is jullie beurt. Ja, en weet je wat nou zo leuk is? Het is altijd mooi om mensen op deze momenten te mogen gaan verrassen. Want ja, we gaan elkaar wel verrassen. Ik ga jullie verrassen. En dat doe ik met volle overtuiging. En er hoort natuurlijk, dames en heren, een verhaal bij. Er hoort een warm verhaal bij. Want dit blijft altijd een heel mooi moment om iemand in het bijzonder in het daglicht te mogen zeggen. Want dames en heren, Ben is al 50 jaar vendelier bij deze gilde. 50 jaar. En niet alleen lid, maar dus vendelier. En Ben, behalve het feit dat je vendelier bent, heb je zeg maar het vendelierschap overgedragen. Je bent een 20-tal jaren, dames en heren, heeft Ben het vendelier overgedragen, geïnstrueerd, overgebracht aan nieuwe vendeliers. En dat heeft hij met heel veel toewijding gedaan. Heeft natuurlijk ook heel erg goed op het vendel gepast, dat hoort er dan bij. En er horen allerlei administratieve handelingen bij, die vaak achter de coulissen, achter de schermen gebeuren, waar je geweten van hebt wat hij zich in elk geval eigen heeft gemaakt. Ben, het zal jou, ja, dat valt mensen op. En die gaan dan wel formuliertjes invullen, links en rechts, en die komen dan bij ons. Nou, heel lang vooral kort, die komen uiteindelijk bij onze koning. En ik mag me gelukkig prijzen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd jou te mogen benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En dat verdient een applaus, mensen. Hè? En het leuke is altijd, en we hebben er natuurlijk de afgelopen dagen ook wat mensen mogen verrassen. Dat iedereen begrijpt dat in die omgeving, als ik dit zo opnoem. Deze goede man die zo in deze gemeenschap staat. Tony, ik kom dadelijk even bij jou. Dan vinden we dat bijna logisch. En dat is het ook, want hij heeft het zeer verdiend. En dat is zo vanzelfsprekend dat deze goede mensen het zelf ook niet eens meer in de gaten hebben. Dat ze zo ontzettend veel doen voor de clubs waar ze voor staan, voor de gemeenschap. En dit nou juist, dat maakt die gemeenschap in Aarlen en Laarbeek zo verschrikkelijk geboeiend met elkaar. En ze dragen die gemeenschap. Deze mensen nemen verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. En daar zijn wij als gemeentebestuur ook hartstikke trots op. Dat dragen ze, iconen van deze mooie samenleving. Heel formeel, Ben, ga ik jou nou eerst iets opspelden, want dat hoort erbij, een speltje. Dat is een van mijn core business activiteiten de laatste dagen. Oh, daar staat goed. Die kragen, gildebroeders en gildes, zijn erg dik van jullie. Die slijten nooit meer, denk ik, maar hij misstaat niet. Dames en heren, dit misstaat niet, ja. En Ben, de vraag is natuurlijk nu, want jij bent dus permanent en ik zou zeggen dag en nacht met die clubs bezig, met de gemeenschap. Hij is bijna nooit thuis geweest, de Tony, dat kan niet. Zo weinig, ja. Wel, ja. Ook nog, nou, hij is nooit thuis geweest. Goed, desalniettemin, dat wil zeggen dat jij hem altijd hebt gesteund. Dus had hij dit nooit kunnen doen. Dat waarderen wij enorm, wij met z'n allen hier. En daarvoor op zijn minst symbolisch een heel mooie bosje bloemen, ook voor jou, voor jullie. Om Ben en Tony te feliciteren en tevens bij de bar een borreltje of een drankje af te halen. Ja. Voor iedereen is een glaasje drinken. Ja. Ja.